Ina werkt in een arcade in Velbach. Daar spuit haar ex-vriendje pepperspray in haar gezicht laat op zaterdagavond. Daarna slaat hij haar in elkaar. Hij ramt een mes in haar bovenlichaam, het lemmet breekt, de dader vlucht. Ina is zwaar gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar overleeft het. Een paar dagen later wordt de dader gearresteerd door de grenspolitie op de snelweg bij Rosenheim. Vermoedelijk stond hij op het punt te vertrekken naar de Balkan. De aanklacht is poging tot moord. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek eerwraak.